Ron, ik zag je Mike Verduinen tegenkomen op een afstandje. Wat zei hij tegen je? Nou, wat zei ik tegen hem? Zeg alsjeblieft, een cadeautje. Ja. Het past ook een beetje in deze wedstrijd, Ron, hè? Eigenlijk. Ja, het is natuurlijk heel lullig dat het jou overkomt. Niemand gunt jou dat. Maar... Niemand. Je moet gewoon verbeteren en handelen. Dat heb je niet gedaan. Dus het is gewoon een matige actie, klaar. Dan kom je 1-0 voor en dan ben je, laten we zo zeggen, wat minder slecht dan Excelsior. Die tweede helft, dan wat gebeurt daar met AZ? Ja, we gaan wel snel, heel snel voor mij een grote kans weg, 1-1. Ja, we zijn daarin niet stabiel genoeg om dan gewoon weer door te gaan. Of door te gaan, het was niet de eerste helft ineens heel veel beter dan de tweede helft. Maar ja, we zijn gewoon zoekende. En het vertrouwen is op dit moment niet hoog. Ja, dat is iets waar we aan zullen moeten werken. Dus. Ja. Waar weet je dat aan? Want zo'n bekerwedstrijd kan een boost geven. Dat kan zo'n mooi game changer zijn in mooi Nederlands. Ja, er zijn zoveel momenten in een seizoen die bepalend kunnen zijn. En de euforie na donderdag was heel groot. Maar goed, ik vind wel, als je met alle respect voor de tegenstander, weet je, was het ook gewoon 0-0 na 90 en 120 minuten. Ja, dan ga je gelukkig door. Het was misschien wel verdiend overal. Maar ja, je had hem ook zomaar kunnen verliezen. Weet je, ik vind niet dat we onszelf in die situaties moeten manoeuvreren. Dat hoeft ook niet. Alleen het gebeurt ons veel te vaak en we zullen daar heel hard aan moeten werken. Ja, je bent ook wel degene die gewoon zegt waar het op staat. Het voelt zo als los zand eronder. Hoe kan dat toch? Ja, iedereen mag zelf beoordelen hoe hij ons spel vindt. Ik vind dat we veel beter kunnen en dat we veel beter moeten. En het begint uiteindelijk ook bij de spelers zelf. En ik ga er niet verder iets over zeggen. Nee, je hebt nu een week. Volgende wedstrijd, die Eredivisie. Ja, sommigen zeggen van ja, als je 9e wordt heb je nog play-offs. Dus het is allemaal een beetje richting die bekerfinale. Speelt dat mee in het hoofd, denk je? Dat ja, zeg maar zo'n 4e plaats, dat, ja, dus je kunt ook 8e worden. Kijk, wij moeten uiteindelijk gewoon zorgen dat we met een goed gevoel die bekerfinale gaan spelen. En daarin is elke wedstrijd belangrijk. En wil je elke wedstrijd winnen, want als je wint dan krijg je vertrouwen. En dat geeft vertrouwen, dat geeft houvast. Op dit moment zijn we zoekende al weken. En kunnen we wedstrijden, natuurlijk kunnen we winnen. Want we hebben wel degelijk kwaliteit in de ploeg. Alleen we krijgen te weinig voor elkaar dat we dat bij elkaar naar boven halen. Dankjewel.